Nou, met op het laatste moment zelfs Jebli er gewoon bij. Hè? Dat is de verandering met te wachten op clubs die wel of niet met Youssef in zee gaan. De jongen staat zelf te trappelen, wil nog steeds dolgraag voor de Graafschap voetballen. En ik heb nu gezegd tegen Hofstede en de mensen eromheen, ik ga hem zondag opstellen vandaag. En dus richting Cambuur wordt hij een belangrijke speler in onze tactiek. En gaan ze hem dan morgen toch nog ophalen, dan zien we dat wel weer. Ja goed, ik hoorde gisteren of eergisteren al dat jij in de media zei, we zijn al met een eventuele vervanger in gesprek. Daar kunnen we nu nog niks over zeggen. Youssef laten starten betekent dat je aanvallend en creatief wil gaan spelen. Is dat jouw instelling? Ja, dus enorm aanvallend. Niet als een kip zonder kop, daar moeten we voor oppassen. Zeker vandaag, Osasuna, een waanzinnige goede ploeg uit de hoogste afdeling in Spanje. Maar we moeten wel een bepaalde identiteit laten zien hier, ook vandaag. Dus met gewoon Nijland erin, met gewoon Jebli. Maar wel met elkaar, en dan komt hij weer, met elkaar ook proberen die bal weer te veroveren. Maar wel naar voren toe, vol naar voren toe. Mike, hoe ver is het team op dit moment? Gevaarlijk om te zeggen, maar ik heb een enorm goed gevoel. En de spelers is een hele frisse groep. Ik denk de jongens die we gehaald hebben passen waanzinnig goed bij deze club. Vind ik vooral enorm belangrijk dat ze al een klein beetje die DNA van deze regio hebben. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar wel proberen in die tussentijd creatief te zijn. Zoals een Nijland, zoals een Jebli, zoals een Handawi, waar ik enorm veel van verwacht. Van Michem die gebleven is, wat ik gewoon een hele goede speler vind. Nou ja, en met een nieuwe aanvoerder, Seuntjes, vind ik gewoon dat wij onze ambitie uit moeten spreken. En dat is promoveren. Dames en heren, superboeren, hier is geen woord Spaans bij. Mike Snu gaat nog even het terrein op om handtekeningen uit te delen en foto's te maken. En ja, u kunt hem allemaal weer aan het werk zien om 5 uur in het stadion. Een groot applaus voor onze nieuwe trainer, Mike Snu. Hey!